In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn de politieke partijen volop in beweging. Raadslid Alleskan van lijst Alleskan, hij was eerder raadslid voor ProTiel, gaat binnenkort op deze zender kenbaar maken wat hij gaat doen. Alleskan wordt al geruime tijd in gewand gebracht met de politieke partij Denk. Wie de wethouderskandidaat wordt voor D66 is nog al altijd niet bekend. Eerder maakte Laurens Verspuy al kenbaar afscheid te gaan nemen van de Tielse politiek. Of sociaal Tiel doorgaat is nog maar zeer de vraag. Binnen de partij gaan geluiden om de partij op te heffen. OD16 zal als partij ook niet terugkeren in de tielse politiek.